Het materiaal staal zit vaak zeer goed weggestoken in een gebouw. Niemand van mijn VRT-collega's beseft bijvoorbeeld dat deze lift hier, nummer 437, aan een stalen liftkabel hangt. De lift dateert uit 1971 trouwens, een zeer goed liftjaar. Maar wat mij het meest fascineert is hoe sterk is zo'n liftkabel en vooral hoe krijg ik hem kapot. Kijk, deze lift is goed voor 10 personen, maximaal 750 kilogram. Hoeveel mensen zouden erin moeten? Wil die kabel breken? Ik ga het even vragen aan de centrale. Controlekamer. Het is Marcel van Tilt hier. Ik sta hier in een lift voor 10 personen. Stel dat ik nu zelfs met 12 personen in de lift zou gaan, stort die dan neer? Liefst niet. Maar dat gaat niet begeven, maar dat gaat wel raar beginnen doen. En wanneer breekt de kabel dan? Wanneer stort ik dan neer, meneer? Ik vermoed minstens 2 ton. 2 ton, zegt u? Zeker. Dan gaan we toch eens zelf testen. Daarnet hing ik dus aan zo'n dun kabeltje. Wanneer krijg ik hem kapot? Ik vraag het aan een liftgeleerde, Rick Moerkerke. Dag, Rick. Dag, Marcel. Goedemorgen. U staat hier al lang? Ik ben hier pas, Marcel. Dat is goed. Zeg, zo'n kabel, van wat is dat eigenlijk gemaakt? Zo'n kabel is gemaakt eigenlijk uit staaldraadjes die allemaal in elkaar verweven zijn. Ja, het lijkt me een vlecht met nog eens een vlecht en nog eens gevlochten om het extra stevig te maken. Maar het blijft natuurlijk wel een heel dun kabeltje. Hè? Wanneer is het te veel voor de kabel? Een kabelbreuk eigenlijk bij een lift hebben we nog nooit meegemaakt. Het is ook de bedoeling niet uiteraard. Maar vandaag is het wel de bedoeling. Ik breek de kabel, wij doen de test. De liftkabel hangt klaar. Dit is de liftkooi, goed voor 8 personen. Ik heb mijn sterkste vriend uitgenodigd en die heeft zijn zwaarste vriendinnen meegebracht. We zijn klaar voor een unieke lifttest. Dag Jan, in de lift. Normaal gezien is dit dus een lift voor 8 personen. We staan er met 11 in. En we tellen door, dat kan ik u zeggen. Zijn jullie klaar voor de ultieme lifttest? Ja! Zijn die gaan neerstorten? Groeten u. Hesse maar! Oh, 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 ai, 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 ai. De kabel houdt het. We hangen hier met 11 kleppers in de lucht en er mochten er maar 8 in. En de kabel is niet gebroken. We hebben dus iets zwaarders nodig. U was de chauffeur van die auto, hè? Ja. Dat is een Hummer. Hoe heet u? Jean-Jacques. Jean-Jacques. En de nummerplaat is JJ. Is ook toevallig. Zo'n Hummer, is dat zwaar? Hij weegt 3 ton. 3 ton. Zouden we even uw Hummer in de lift mogen steken? Omdat u het vraagt, Marcel Maida. De Hummer in de lift. De test, deel 2. Ja, daar gaat hij, daar gaat hij. 3000 kilo auto, dames en heren. Aan een kabel die eigenlijk maar 630 kilo kan verdragen. Ciao, Jacques. Wat vind je van uw auto aan de onderkant? Fantastisch. Zolang je hem niet op je kop krijgt, natuurlijk. Drie ton, droog aan de haak. En hij knakt niet. Rick, ik heb een probleem. Aan deze kabel heeft een Hummer gehangen. En toch breekt het niet. Wat nu? Moesten we stubbel proberen, Marcel. 6 ton! Ja, waarom niet? 6 ton. Meen je dat? Ja. Oké, okay. De kabeltest, deel 3. 6 ton. God, man. 6000 kilo. Hij ze maar. Zes ton. Hij houdt het, Rick. Hij houdt het. Wat nu? 7 ton. 7 ton. Oké. We gaan voor 7000 kilo. We proberen het. Oké. Hessen, 7 ton, de lucht in. Zeven ton. De liftkabel houdt het. Rick, we staan ook al een beetje verder van onze liftkabel af. Ja. Krijg je schrik, Rick? Schrik nog niet echt, maar het wordt toch al wat spannend, denk ik. 8000 kilo. Dat is meer dan spannend. 8 ton, man. Hij is er maar. 7 ton. 7 ton.
Van een half komt hij van de grond. Ja! Hij begeeft het, hij begeeft het. Kijk, schoon door midden gebroken. Helemaal door midden gebroken. Kijk, 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 man. Maar dit is echt puur staal. Dit is puur staal. Ja. Puur staal. Het kan dus veel aan, hè? Het kan heel veel aan. Het is een geweldig materiaal, hè? Het is een geweldig materiaal. In de lift stond dus maximaal 630 kilo. We zijn hier gegaan tot 7000 en... Tot bijna 8 ton, 7,5 ton. Dus maal 12. Eigenlijk. Maal 12. Goed. Staal, een fantastisch materiaal. Maar we hebben het toch kapot gekregen. Ha!